Terwijl Michael Reiziger wordt afgebeeld door Bobby Harms, praat Ronald de Boer over zijn vertrek en dat van Davids. Ik had liever gehad dat ze bleven, maar dat is niet zo. Ik bedoel, je kunt ze moeilijk zeggen van je moet blijven. Ja, dat kan je niet van ze eisen. Hoe is het dan met de teambuilding dan? Ja, die is in de steek gelaten, ja dan. Maar, komt u weer hoor, Bob. Kijk eens even. Ja. Bijzig, hè? Ja, die blijft gaan. Ja, kijk. Ja. Wat moet je dan doen? Die jongens gaan weg. Nou, jammer. Met twee nieuwe. En heb jij niet genoeg je invloed aangewend? Als... Blijkbaar niet. Ja, ik bedoel, je hebt het aangegeven. Ja, heb jij er echt alles aan gedaan? Ik ga niet op mijn knieën, Harry. Nee? Nee, dat wil ik niet. Daar heb je geen zin in. Nee. Maar jij zittend thuis op de bank, denk bij jezelf dat is stom wat ze doen. Ik hoop dat ze het goed krijgen daar. Maar? Maar ik vind het, als ik het nu zou denken, denk ik dat het stom is geweest. Maar ja, dat is achteraf. En nu? Ik hoor Veldman. Ja, oké, okay, Veldman. Ja, ja. Nou, oké. Okay. Er moet er nog eentje. Nog. Ja, maar trainer, is die weet er wel een hoor. Hey. Hallo Bob. Nou is het heel veel voor jou. En dan moet je het stukje waar ik train moet je nemen, moet je juist erop. Ja. Je gaat echt op een keer van je rondpad, ja. Ja, je zit toch te twijfelen. Ik wist even niet of je het meende hoor. Maar anyway. Ja, maar ik bedoel, de trainer weet. Dat weet je, elke keer sta je versteld van dat denk je dat iedereen gaat werken. Bergkamp, Jonk, Fink, Winter. Iedereen dacht, nou, het wordt niks. We hebben nog de beste tijd gehad. Dus dat weet je toch niet. Het kan misschien ook wel naar beneden gaan, laten we het hopen of niet. Maar ik denk dat het weer. Dat hij wel weer met een idee komt hoor. Jij kon zelf ook weg. Laten we eerlijk zijn, jij kan ook weg. Jij kan gaan waar je wil. Cruijff heb gebeld en die zegt, god jongens, kom naar Barcelona. Meer dan Frank, ja, maar het gold toch ook een beetje voor jou? Ja, maar ik weet niet of dat echt heel serieus was. Maar voor Frank was het echt, Frank kwam niet zo naartoe. Ja, maar dat is al een tijd geleden weer. Nee, dat is... Ook nu? Dat was nu. Nu? Nu, ja. En, maar kijk, wij hebben een heel goed gesprek met Ajax gehad. En dan vind ik, als je tekent een contract... En dan moet je niet binnen een week zeggen, dus dat je eerst al van vriendjes, Harry, jij klasse, jij bent dus Arie, we gaan een mooie tijd van maken. Wie ben ik nu? Arie van Arie van Os. Oh, ik ben Arie van Os. En volgende week, Arie, ik ga weg, want het was leuk. Ja. Kijk, en zo zit ik niet in elkaar, en Frank ook niet. En je maakt goede afspraken en je wil er iets moois van maken. En dan ga je niet binnen een week zeggen, aju. Dat vind ik niet, dat hoort niet. Dat hoort niet. Nee. Manchester United? Ja, ook niet. Was ook aan de orde, hè? Heb ik ook gehoord, ja. Ja. En Parma dan aan de orde. Ja. Maar ja. En die moeten allemaal nee horen van de gebroeders de Boer? Ja, voorlopig wel, ja. Gaat gewoon allemaal niet door? Gaat allemaal niet door, nee. En wordt Ajax dan net zo sterk, denk jij? Of ga je dan toch ietsje minder worden? Vorig jaar had ik ook gedacht, we worden minder. Dacht je? Ja. Nou, Rijkaard weg, Zeedorf weg, Van der Brom weg, Van Vossen weg, Oelida weg. Toen had ik echt gedacht, nou, het wordt moeilijk. Ja? Maar goed, het wordt nu moeilijk natuurlijk tegen die Grieken. Wel moeilijk, ja. Dat kan je schudden hoor, volgens mij. Nou, niet schudden. Nee. Ja, gevalletje shake. Nee, ja. Ronald. Nee, echt niet. Niet? Nee, ik heb er alle vertrouwen in. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ja, hoe moet je nou met 2-0 scoren? Ja, 2-1 is ook genoeg voor ons hoor. En nog altijd scoort uit. Dus Ajax gaat gewoon de finale halen. Ik ga er nog wel van uit, ja. Je gaat er nog wel van uit.